Ik werk in het archief van mevrouw Schreuder. Ze heeft al vaker mensen te hulp gehad, hè? Maar ik heb het vrij lang gedaan. Dan probeerden we eigenlijk haar oude archief op een logischere manier bij elkaar te zetten. Maar ik weet niet, dat is zeker niet helemaal gelukt hoor. Want wij hebben ook een paar jaar of een anderhalf jaar denk ik eraan gewerkt. Mevrouw Schreuder zat een beetje met een reuze taak en die heeft vaak hulp gehad om eigenlijk al het materiaal te ordenen. Want het leuke was wel dat zij echt nooit iets weggooide. Dus zelfs hele kleine potloodpuntjes, hè, die wij weg zouden gooien, maar in die zuinige tijd altijd bewaard werden, lagen in die laadjes lagen nog allemaal hele kleine potloodjes en dingetjes. En achteraf denk ik wel eens, hè, wat zonde. Het was nog echt uit de jaren 20 van het bureautje eigenlijk.